Moet ik ineens denken aan het fantastische verhaal van Remco Kampert. Over een fictief televisieprogramma-spelletje. Hobbel naar de hoek. Van Remco Kampert? Ja. En zo krijgen we er ook nog eens even gewoon een beetje literatuur bij. Nou, heerlijk. Hup, waar gaan we heen? Even op de kaart kijken. Oh, die kant ook niet op, joh. Deze kant op. Het kan ook anders trouwens. Want heb ik jou wel eens verteld over Dieter Koblenz? Niet dat ik weet. Maar dat ga je waarschijnlijk nu doen. Ik daag alle kijkers nu op dit moment. Hallo. Uit om te gaan YouTuben op Dieter Koblenz. Dieter Koblenz. Dieter. D-I-E-T-E-R Koblenz. Ja. Met een Z-eind. Om er zodoende achter te komen. Wacht even hoor, het is een kabaal. Need more time. You cannot stand before me. Ja, om? Om er zodoende achter te komen. Of Dieter misschien als personage in Diablo 4 zou kunnen fungeren. Ja, ik denk het namelijk wel. Het is namelijk een beetje een zieke geest. Nou, dat niet zozeer, maar zijn uiterlijk. Oh ja? Ja, die is wel een... Ja, goed, kijk maar. Dieter Koblenz. Als ik hem zelf een tussennaam zou moeten geven, dan zou ik zeggen Dieter het gebit Koblenz. Oh ja, zo lelijk het. Hij heeft ook zijn naam niet echt mee. Klinkt een beetje sukkelig. Ja, dat mag je zeggen. Dat is niet waar? Hij is een stoertje. Hij heeft eigenlijk niets mee. Nee, hij heeft niets mee. Nee. Je zou kunnen zeggen dat het een behoorlijke pechvogel is dus. Ja, het is eigenlijk een pechvogel. Ik weet niet waar jij bent, ik ben hier naartoe gelopen en ik moet zometeen... Oh, er zijn wel blauwe gasten op mij. Ja, ik ben hier een beetje aan het kennen. En ik moet eigenlijk naar de stad toe. Still recharging. Want ik heb de boel hartstikke vol. Oh, dat was een verre actie. Maar dan nog ga ik naar de stad toe, nu. Ik moet er even heen. Ik ga ook. Oké, tot zo. Zo, dat is voor elkaar. Boel is weer geregeld. We kunnen verder. Oh, Lars heeft die geluidwaarts in, joh. Zei je wat net of niet? Ja, je geluid staat heel hard. Still recharging. Hop. Nou, niet harder dan met hem. Oh, dan leek het. Kom, ze willen bij mij even niks gebeuren ofzo. Misschien is dat het. Not ready yet. Oh. Ik ga nu onderlangs. Dan ben je niet geweest, Klaas. Hier. Need more time. Hoi Jan. Ja? Dat vergat ik even. Ik sta even stil. Ik moet eventjes brandstof halen. Oh, dat is erg belangrijk ook. Still recharging. Time. Whoa. Not ready yet. Hoppa. Nou, die zijn ook weer geweest. Als ik heb de body of Zoltan Cool gevonden. Hij is al drink aan het halen. Hij is drink aan het halen, hoort hij me niet? Dus ik kan eigenlijk alles zeggen over lastig wat ik wil. Hallo, ik ben er weer. Oh, je bent er weer. Oh, ik heb niks gezegd hoor. Ik sta bij het lichaam van Zoltan Cool. Oké. Okay. Dus waar ik net stond, daar was het lichaam van hem. Van die. Oké, dan moet ik cool. Even... Wat is wel grappig, ik zie het als op de minimap waar jij geweest bent, want het is ietsje donkerder dan waar ik geweest ben. Heb je daar nog mooie dingen verslagen? Nee. Geen blauwe gasten of zo? Nee. Kist er geopend? Oké, nou, dan ga ik die kant erop. Hé, als we hier naartoe lopen, hier vind je het lichaam van hem. Ja. Dan hebben we dat ook weer voor elkaar. Het ligt hier in een mooie blauwe tekening.
Trust me, I understand. But we are more alike than you know. We have both tasted what it is to be Nephilim. Join with me, and we can become the masters of this world. I do not seek its mastery, only its salvation. Hij gaat dan ook weer zo weg met zo'n lachje. Ja, nooit is normaal. Van, nou, tot ziens. Ja, de mazzel, tot de volgende keer. Bedankt. Geef jij de kat even te eten? Dat soort dingen. Precies. Nee, nee. Hier, Lea, even met Lea praten. Cool body. Then let me begin the ritual. I have a cool body, zegt hij. But I'm warning you, Cool. You'd better not cross us. You are surrounded by deceit, young one. I am the least of your concerns. Concentrate, Lea. Soon now. Just a bit longer. Just a moment. Almost. Yes! My blood thunders within me. This fetid air fills my ravaged lungs. I am alive again. You're welcome. You got what you wanted. Now give us the Soul Stone. Very well. The bargain stands. Quickly, to my sanctum. Doet dit weer? We moeten de Soul Stone Chamber in door de terminus. En dat is hier in het midden. Doen? Tuurlijk. Oké. Ik ben voor niks en niemand bang. Als jij erin gaat, hoef ik geen 58 seconden te wachten. We moeten even met hem praten. Waar is hij? Krijgen we natuurlijk die. Oh, hier is de Soul Stone. At long last, I can complete my life's work. All will tremble at my power. What is this? How has this happened? The souls of the dead lords of hell have been absorbed into the stone. Abandon your quest, Nephilim. Your allies seek only to control you with the power I offer. You and I could rule over all creation. You are mad, Cool. Give me the stone, or I will destroy you. Oh! Oh! Need more time. Door. Ja. Not ready yet. Ja, dat ging nog vrij makkelijk, Las. Oh ja? Oh. Hier is Cool zijn boekje. Even luisteren. Wards have been triggered. It seems my brothers have finally come looking for me. Damn them. I am not ready. Too much of my power is invested in the stone's creation. I must finish it. The future of mankind depends on it. Nou, zullen we hem pakken? Oh. Five lords of hell now reside within this stone. Adria, you must tell us the whole truth of the stone. 20 years ago, during the darkening of Tristram, Cain told me of Zoltan Kul's profane soul stone. That's why you left me. You went to mark the demon's souls so that they could be drawn into Kul's vessel. Yes, my daughter. I have sacrificed everything for this. Nou, we moeten terug naar de Hidden Camp. Voor mij is hier de uitgang. Hop, en de waypoint is ietsje verderop.
Hartstikke idee. Hidden camp. Nou, ik ben er al. En er zijn allemaal mensen met wie we even gaan babbelen. Eerst maar eens even Adria. Waar ben jij? Of vind je het wel goed? Ja, ik loop nog. Zal ik alvast beginnen? Ja hoor. Oké. What will we do once we have trapped Belial and Asmodan in the Soul Stone? Then I will shatter it, and the Lords of Hell will be no more. Oké, die is binnen. Leia heeft een nieuwe quest liggen. Ik geef ze een Tyriel toe. Die heeft er iets over de Lord of Lies te vertellen. Have you met Belial in combat before? Not openly. He was never one to lead an army. Always in the shadows. Much like his mentor, Mephisto. He wields intrigue and artifice as proficiently as you wield your weapons. After surviving the devastation in Tristram all those years ago, I swore vengeance upon Diablo and his ilk. I've sacrificed everything for it. This is my path, and I will follow it through to its bloody end. Leia admires you greatly. She has a kind heart. Is that not what you hoped for? Kindness will not help us survive in these dark times. Leia is growing powerful. The power was always within her. Now she's learning to control it. You passed it on to her then? I do not know where her power comes from. I spent a lifetime studying the ways of magic. It did not come so easily to me. While I was in Tristram, Deckard Cain told me of a black soul stone crafted by a renegade Haradrim. I didn't think anything of it at the time, but later, I realized its true significance. I knew the essences of the five slain lords of hell still existed in our world, so I spent the last 20 years locating and preparing them to be drawn into the stone when it was finished. Finished? Kul was interrupted during his first attempt. Now that the Soul Stone is finally complete, the Lords of Hell have been trapped within it. Know this. I have given everything. Even my own blood, my own daughter, so that I could hunt Belial and Asmodan. Do not question my dedication. I have given more than any, and I will give more before the end comes. Zo, een beetje fel. Controlling the Black Soul Stone will be perilous. Are you sure you can do it? It won't be me who will use it. Only Leia, under my guidance, can wield it. Her power is far greater than mine, and it will ensure our success. So. Hey, mister. I got some new things. You should take a look. Ach, kijk aan. Squirt the Peddler, die heeft wat nieuwe dingen, zegt ze. The Enchantress. I have thought more on what I am missing. Oh? Our progress seems to clarify things for me. It is difficult to explain. If we press forward, perhaps you will remember more. Yes. The spell that sent me to this time was bound to the Prophet. Now he is missing. And some parts of me are missing as well. Lost to the ages. How will you retrieve them? I can try to conjure them back, but it will take a while. My skill is not so great as the Prophet's was. And the Templar, to slot. I am prepared to read these key words. I will turn the page. How odd. They are simple words. Words that I have never seen together before. Oh, I can see. Everything. Water on a leaf. A burning hut. Light in my mother's eyes. Oh, make it stop! It's slowing now. I can... Oh. Oh, no! No! I was a young man. A promising soldier of Westmarch. The Order recruited me. They lied to me! Piled false sins upon me! Why do you think they did this? I do not know. But I am sure this is why Jondar turned from the Order. He was a fool,
The Grand Maester cannot possibly know what his Inquisitors have done. When I return with the tomes, he will punish them for their sins. Please, I must think on this. Nou, de Templar heeft ook een hele openbaring gehad net. Echt fijn voor hem. Dan... Covet of Shen, die heb jij ook inmiddels, of niet? Hier in de hoek. Welke? Ah, very interesting topic. Covet of Shen. I sell jewels. That doesn't sound very interesting to me. Oh, I never said I'd tell you the interesting parts. Ik weet niet precies wat je bedoelt. Covet of Shen, dat is dat grappige mannetje dat we hebben bevrijd. Die smeet juwelen in de stad. Dus daar kun je zeg maar naartoe om even te praten over... Juwelen, hij doet van alles. You may notice that jewels you find enhance your already considerable abilities. Oh ja. I can combine similar gems to make a more powerful one. At the moment, I can only offer you a few basic pieces of jewelry. Now, if you bring me supplies, I will eventually be able to offer you exciting and exotic new designs. But it doesn't have to be just business with us. Come by and talk anytime, my friend. Het is een grappig mannetje. Ik vind het echt een grappig mannetje. Zo, klinkt goed. I knew you would lead me to exciting and mysterious places. We should encounter the jewel I seek any day now. How long have you been looking for this jewel? Oh, quite some time. It's been a great adventure. Perhaps you would find this jewel sooner if you weren't so careless. Oh, yes. What's that? And the jewel changes form from time to time. I can only take so much credit. You try to give a young man some advice, and he assumes you are the Sensei God of Thieves, traveling in disguise as an elderly jeweler. I understand his confusion, as I and I do share certain features. Is this something your gods do often? No. Well, yes. Our father God is rumored to delight young ladies by appearing in their bedchambers as a 10-foot warrior. The people of Shansai worship 59 gods, but few are more revered than Zai, the exiled trickster god who travels the face of the world disguised as a humble merchant. Tales of his adventures range from ingenious thefts and practical jokes to more lurid exploits, none of which I'm comfortable recording here. You're looking at me in a very strange manner. This legend of Zai seems to fit you very well. Are you a god or not? Are we not all divine in some fashion? When I taste a good bowl of quail stew, I certainly think the chef must be. Stop asking me questions about stew. You're making me hungry. Ah, be mysterious if that pleases you. I have things to do. Well. Try to do them in a mysterious fashion. It makes them much more interesting, you know. Erg grappig mannetje dit. I think I was wrong about this jewel I seek. It's not in this land either. Oh, what a pity. Why do you want this jewel above all others? Because it has killed thousands. And because I'm the only one who can hold it without harm. Because you are a god. No, because it has already taken everything from me that matters. But enough of that. I have gone too long without spiced beef and spicier wine. Dat is mysterieus, dit mannetje. Do you think I could take a close look at that black soul stone? It's like nothing I've ever seen before. It is too dangerous. You think too little of me. The object of my search is as dangerous as anything. My expertise may be of some use to you. I am, after all, quite well versed in the knowledge of jewels and stones. Het zal mij totaal niet verbazen, Lasse, als Covet of Shen een belangrijke rol gaat spelen in een expansion, als ik het allemaal zo lees hier. Okay. Hey Drake, tot slot. Tell me of your time with the Bastion. When we first joined the wagon train, we were just two lost souls. The Vetchin thought it was unbearably romantic. A pair of lovers on the run from their pasts. I suppose it might have even been true.
A mystic with a Vetchin recognized Mira's talent immediately. We stayed with them while Mira learned from her. Along the way, we fell in love and married. I've never known anything as surely as my love for her. Perhaps her magic spells caused you to love her. Never mind. Ach, wat een mooie verhaal toch. Why did you go to Tristram? You know, I've asked myself that. It was Mira's idea. I wonder if she saw something, knew that I needed to be there to help you. Did she know what was going to happen all along? I share your grief, friend, but you should not dwell on the past. Your wife would not want that. Thank you. I need a moment alone. Goed, nou, ik zal er wel even straks in die video zetten. Dat als mensen dit stuk willen overslaan, dan moeten ze een heel stuk aan lore overslaan. Hé, hey, Lasse. Ja. Waar ben jij? Hier. Waar is die quest nou? Van Lea? Lea stond hier met een quest. Ik vrees. Ah nee, heb je weer aangeklikt? Ja. Oh. Nou ja, goed. Dus wat is er aan de hand eigenlijk? Dat heb je ook niet meegekregen dus. Nee, we moeten Ashira vinden in de Chaldean Bazaar. Ja, dat zie ik rechts inderdaad ook staan nu. Goed. Nou, zullen we dat volgende keer oppakken? Dat lijkt me een hele goeie. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken. Als je het leuk vond, klik op leuk. Abonneer als je nog geen abonnee bent, want dan blijf je op de hoogte. Voeg het toe aan je favorieten. Deel het met vrienden via Facebook, Twitter, Hives. En dan zien wij je heel graag de volgende keer weer terug. Bye bye. Hoi hoi.